Hallo en welkom bij deze nieuwe deel 24. Ja, 24 december. De laatste dag. De laatste dag van de vlogmas inderdaad, ja. Gisteren zei ik nog dat ik niet wist of ik misschien de 25ste ook nog eentje zou maken. Maar dat ga ik niet doen, want ik loop al achter met uploaden en alles. En ik denk dat deze van de 24ste ook pas de 25ste online komt. Wat dan? Dus wil je weten wat er in de envelop zit die bij Wollhop? Of misschien kunnen we die dadelijk ook gewoon al pakken of niet? Wat? In de doos van Wollhop zit nog een envelop waar 25 op staat. Maar we gaan eerst even dit doen. De laatste vlogmas dus van dit jaar. Hè? En dan is het morgen kerst. Nee, want de vierkant ook opeens op 6 december. 26 december. Ja, ligt er een beetje aan hoe druk dat we het nog allemaal gaan krijgen. Hè? Nou, zullen we eens even naar de pakjes van vandaag kijken. Is een kikker vandaag. Ja, de Blossom is een kikker vandaag. De puzzel was aan de kant en die moeten we daar nog even gaan maken. Nou, welke ga je nu pakken? Die ga ik als laatste in. Die als tweede. Ja, dan blijft er maar eentje over. Deze zak. Het laatste zakje van Wollhop. Ik had het gevoel dat het geen strengetje is. Geen strengetje. En dit is ook een etuietje. Ik moet even lachen, maar een etui van. Daar zit nog niks in. Nee. Een etui om je haakspullen in te doen. Of prijsspullen. Of andere spullen. Altijd handig in ieder geval. Nee. Nou, ik ging zo'n tweede. Van Karel zat weer in het tweede. Ook dat voelt niet als garen, of wel? Nee, het voelt meer als een puzzel hoor. Als mijn plaatjes. Karel zat er weer. Ik denk dat je aan de andere kant moet kijken. Grapjas. Allemaal kaart. Wie ben jij? Dit ben ik, zegt Cas. Ik had in balletdans. Ik wist niet dat ik een ballerina was. Kijk, het zijn allemaal kaartjes van Carolientje. Carolientje? Ja. En Karel. En Kareltje, ja, klopt. Dit is toch Kareltje? Ja, dat klopt helemaal. Even allemaal laten kijken. Leuke kaartjes, toch? En waarom? Wat moet je hier op de achterkant doen? Ja, die kaartjes kun je versturen. Dan moet je op de achterkant het adres schrijven en eventueel een berichtje schrijven. Nou, hartstikke leuk. En deze. Had je er nog eentje? Helemaal leuk. Gaan we naar het theezakje van vandaag. Het theezakje van vandaag. Hop, 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 hop. Een kaartje. Een kaartje. Believe in the magic of Christmas. Last Christmas. En welke thee hebben we? Appelkaneel. Ik hou niet van kaneel. Appelkaneel. Ja. Het is jouw thee. De thee van vandaag. Is appelkaneel. Oké, dan pak ik nu even die van 25. Rappapa, rappapa. Die van Wollhop, die zwarte doos, ja. Er zit een envelop in waar 25 op staat. Yes, Christmas. Dat is wel heel goed, hè? Ja. Er zitten ook allemaal wolbollen in. Nou, yes. Kijk. Het is geen 25 en je moet weer morgen doen. Ja, maar morgen doe ik geen vlogmas opnemen. En waarschijnlijk komt hij toch pas de 25ste online. Of de 26ste. Dat zijn we instellen voor. Wollhoppie Fantastical Patroon Adventskalender 2023. Heel boekje. Ja, hier zit dus een patroon in wat je kunt maken.
met de strengetjes uit de adventkalender. De Fantastical. Patroon. Dus dat is een kool wat je om je nek kan doen als het koud is. Even kijken of ik nog ergens iets van het plaatje kan laten zien. Want dit is breien. En dat heb ik nog niet veel gedaan. Maar dat wil ik wel even gaan proberen. Ja, dat gaan we, er staan verder geen plaatjes meer in. Maar alleen maar stippen. Ja, alleen maar stippen. Dat zijn de patroontjes. Maar goed. Dan gaan we het toch eens in verdiepen. Let's Christmas. Dan moeten we nog één kalender doen, Cas. Ja, wat? Maar dan moet je even twee dingen doen. Een schaar pakken. En mijn adventkalender pakken. Nee, en Noekie uit de ren laten. Anders kunnen we die snoepje niet geven. Hoeveel wil ik toch naar de ren doen? Nee, laat maar even uit de ren. Ze zat in de ren omdat ze nat was. Voor de verandering. Ja, het blijft maar de hele tijd regenen. Hè? Daar is niks aan. Kijk, en er staat bij met een verrassing op 24 december. Dus ben je toch eens benieuwd wat dat dan is. Hé, Noekie? Dan zijn we nog steeds niet klaar, vind ik. Nou, kom maar even hier. Wil jij het vakje openmaken? Want het is met verrassing. Met verrassing? Hier. Dit is nummer 24. Oeh, die is extra groot. Nee. Wat is dit? Ja, nou, wat is dat? Dit is geen snoepje. Oh ja, hoe gaan we dat Noekie uitleggen? Wat is dit? Een... Wat is dit? Een doekje voor om de hals. Een kersthoekje. Weet je wel, pak heel even een snoepje van Noekie uit de pot in de keuken. Anders ben ik ook zielig voor Noekie, want die verwacht nu een snoepje te krijgen. Ik pak er maar twee. Ja. Of drie. Anders is het ook een beetje zielig, hè? Oké. Kijk hier. Kijk hier. Ja, wat moet je daarmee, hè? Drie snoepjes voor meneer. Ik bedoel van mevrouw. Noekie zegt nu, we kunnen je niet eten. Of kun je dit door de halsband doen? Noekie. Ja, kijk hier. Daar ligt erin. En daar ligt erin. En daar ligt erin. En daar ligt erin. Daar hond ook weer bij. Maar ik niet. Nee, heb je kalender ook nog gepakt? Ja, dus ik loop hier heel erg achter. Ik wou dat zeggen, loop je, ben je wel bij met je kalender? Ja. Nou. Oh, 18 heb ik. Ik ga dan 16 doen. Heb ik 17? Ik ga 17 doen. Oké, okay, plezier. Maar 17. Ik ga dan 18. Ik wil niet eens. Oké, okay, kijk nou, is ze dan mooi. Nee. Noekie denkt ook, hoe moet ik hier mee? En Noekie? Straks is als om de rest is naar onder. Heb je ook je kerstkleren aan? Nou. Straks als de rest naar onder komt, wat is dat? Ja. Mijn kerstkrans. Oh, maar je moet wel nog een heleboel, hè? Weet je wat? Ik zet de video even stop. En dan haal je ze het eerst allemaal uit. En dan laten we ze in één keer allemaal zien. Oké. Okay. Ja? Ik ben alweer met alle de chocolaatjes.
Dit is een beertje. Een kerstmuts. Een ster. Een treintje. Een... Wat is dit? Een hoorn. Een hoorn. En een cupcake. En nu ga ik ze allemaal eten. Nou, ben jij tenminste ook erbij met je adventkalender, hè? Vanmiddag gaan we Glow in the Dark golf doen. Hè? Oh ja. Dus ik weet niet in hoeverre ik vandaag nog verder aan haken toe kom. Ik ga nu in ieder geval eerst puzzelen. En dan ga ik daarna nog kijken om wat van de kerstboomrok in elkaar te zitten. Ik kom later bij. Zo, ik ben heel even overgestapt naar de diamond painting van vandaag, zodat ik die afkrijg. Ik heb nog aan de kerstrok gewerkt. Even kijken. Hoe zit het nu? Ja, omdat het pas in één richting vastgemaakt is, is het wat lastig om te laten zien. Maar ik heb in ieder geval nog wat baantjes erbij gemaakt. Zoiets. Dat gaan we straks ermee verder. Ik ben nu met de diamond painting bezig. En zoals gezegd gaan we dadelijk Glow in the Dark Golf doen. Even met z'n allen erop uit. En dan neem ik voor in de auto neem ik nog... Ik moet nog één kerstboompje maken als... van de extra opdracht, dus die neem ik dan mee voor in de auto. Dit mee in de auto werkt een beetje onhandig. Dus ik kan nog wel even vooruit. Ondertussen lekker op YouTube de vlogmussen van alle andere vlogmosters bij in te kijken. Maar ik vrees dat ik daar nog tot na de feestdagen ver mee bezig ben. Maar goed. Het houdt ons bezig. Ik ga nog even hiermee door. Dadelijk lekker golven. En dan kom ik later bij jullie terug.
was er gisteravond niet meer van gekomen om de afsluiting van deze vlog te filmen. Dus dat doe ik nu vanochtend dan maar. Eerste kerstdag. Ja, wanneer deze online gaat komen. Ik hoop dat ik vandaag nog tijd krijg voor bewerken en uploaden. En anders wordt het morgen. Maar op het moment dat je deze video ziet, zie je dat vanzelf. Ik heb aan de kerstboom gewerkt die ik nog moest maken. Hij is bijna klaar. Dit stukje nog en dan nog één toer en dan nog een strikje erop. En de diamond painting is klaar. Helemaal. Helemaal. Dit is hem nou geworden. Het zijn huisjes in de sneeuw. De puzzel is ook klaar, maar ja, die kan ik niet even zo omhoog houden. Hè? Dat gaat een beetje lastig met de puzzel. Valt-ie. Ja, dan valt hij. Maak je straks een foto painting, van. Ja. En ik ben nu nog even bezig met de draadjes wegwerken van het stukje dat ik gisteren gehaakt had. En dan gaan we daar dadelijk weer mee verder. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar mijn vlogmas-serie. Dit is dan het laatste filmpje uit die serie. Goed, ik weet niet wanneer het online komt en wanneer jullie het zien. Maar mocht het nog kerst zijn, wens ik jullie hele fijne kerstdagen. Wil je nog weten hoe het nog verder gaat met dit project en eventueel het breiproject met de bolletjes van Wool Hobby? Er komt volgende week nog een soort van maandvlog. Ik heb af en toe tussendoor dingetjes opgenomen die niet direct met de vlogmas te maken hadden. Ik weet nog niet hoeveel ik precies heb en wat ik nu nog de komende week ga filmen. Hoe lang de maandvlog zal gaan worden. Nou, er komt dus nog een vervolg op wat ik nu nog niet af heb. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Druk even op dat duimpje onder deze video. Ik vind het ook leuk als je een reactie achterlaat. Ben je nog geen abonnee? Druk dan ook even op die abonneerknop. Abonneren kost jou verder niets en mij doe je er een groot plezier mee. En wil je niets missen van mijn filmpjes en ook weten hoe het hiermee verder gaat? Druk dan op dat belletje naast die abonneerknop, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe video online komt. In die maandvlog ga ik ook vertellen over mijn plannen voor 2024. Want ik wil toch iets regelmatiger wat filmpjes posten. Maar daarover dus in de maandvlog meer. Voor nu nog een fijne kerst verder. En tot de volgende video.